JJ, de winnaar van The Project, zit nog steeds bij ons. En je bent voor The Project ook in Amerika geweest. Waar juist? In Atlanta en in LA. Hoe was dat? Dat is echt super. Ik had er ook nog nooit niet geweest. Dus het was een hele ervaring. Ook heel vermoeiend, maar het was het allemaal waard. Zeg, is het daar dan allemaal te doen voor R&B? Ja, ik denk zeker, het. Zeker, zeker. Dat ademt daar gewoon R&B en hip-hop algemeen. Dus dat is echt super. We hebben ook naar de studio geweest van Akon. En heel belangrijke mensen zoals Tima. Dat is een A&R. Het was... Ja, Akon heeft ook zelf een eigen platenlabel, hè? Ik geloof dat hij er zelfs drie heeft, maar wij zijn naar een van die drie geweest. Maar is Amerika meer R&B-minded dan België? Dat zou ik nu niet per se zeggen, maar het leeft daar ook wel meer. Ja. Hè, dus het is ook een groter land. Het is ook groter, dus meer diversiteit in muziek, veronderstel ik. Ja. Zeg, en heb je daar tijdens je verblijf ook echt grote artiesten ontmoet? Ja. Grote artiesten? Ik denk... Artiesten, ze moeten daarom niet groot zijn. We hebben een artiest, Quest, daar ontmoet ook. Die heeft ook bij ons een hele tijd meegegaan naar de opnames en zo. Dus. En heb je veel complimenten gekregen van mensen? Complimenten, ja. Ik denk, complimenten zijn er altijd natuurlijk, maar je moet altijd beter willen kunnen. Hè. Dus ja, nog niet tevreden. Zeg maar, die moves van jou, had jij dat altijd al? Of heb jij er ooit dansles voor gevolgd? Of heb je dat gewoon in je zitten? Mijn moves, ik vind, een echte danser ben ik niet, maar ik vind toch dat dat belangrijk is iets. Muziek, videoclip, daar moet toch altijd een beetje dans bij komen kijken en zo, ook bij optreden. Dus ik werk daar ook wel aan. Het is ook wel een toekomstdoel om te zeggen van, je kunt echt dansen, maar nu ben ik er eigenlijk volle bak aan het werken. Dus met een choreograaf of zo? Ja, ja, we hebben een heel team voor de shows voor te bereiden en dergelijke. Dus ook weer tot 's nachts, tot als het... Dus er komen shows en gaan wij die dan ook kunnen zien? Ik denk het wel. Ik denk dat jullie die gaan kunnen zien. Zeg, en zou je ooit terug naar Amerika trekken om daar nog meer aan je muziek te werken of om internationaal door te breken? Als die kansen erin zitten, zeker. Hè. Tuurlijk, je moet elke kans grijpen die er is. Hè. Dus Amerika, het was heel tof. Ik zou er gerust terug naartoe willen voor te werken met de mensen die we ontmoet hebben. Maar dus nu eerst even hier in België die single promoten en zorgen dat het hier helemaal lukt. Hè? Natuurlijk, eerst moet ik Vlaanderen overtuigen. Hè. Dus, ja. En als het erin zit, dan de rest van de wereld ook als het kan. Hè. En als dat erin zit, komt er dan ook een full album? Het album, dat is eigenlijk al zo goed als af. Ah, oké. Okay. Dat is ook in die periode opgenomen ondertussen, dus dat zit er allemaal al in. Dus. Ah, je hebt keihard gewerkt eigenlijk, want sommige mensen doen daar een jaar over of zo. Ja, dat is dus. Sommige artiesten doen een jaar of twee jaar voor hun album. Dus. Ja. Maar bij ons is dat ietsje sneller moeten gaan. Op 2 weken waren de meeste nummers eigenlijk allemaal opgenomen. Maar het goede is dat er professionele mensen achter je zaten. Hè? Ik zeg het, mijn management die steunen mij volledig. Die leiden alles in goede baan. Ook als er iets te doen is ergens, bijvoorbeeld in Amerika. Alles is afgesproken van het een naar het ander. Dus met die mentaliteit kun je natuurlijk veel meer doen op korte tijd. Hè. Zeg maar, ben je klaar eigenlijk zo voor heel het showbiz gebeuren? Soms overvalt het mij natuurlijk nog allemaal, want ik ben er nieuw in, maar het bevalt mij in ieder geval. Dus, ik geniet er ook wel van om eindelijk iets met muziek te kunnen doen en dat, probeer dat dan ook ten volle te benutten. Hè. Ja, en zo even off the record, heb jij een lief? Ik ben helemaal vrijgezel. Oh, dat is toch ideaal? Ideaal. Echt waar? Zoek, was dat verzoek? Nee, dat was gewoon informatief. De mensen die thuis JJ graag wel eens in levende lijven willen ontmoeten, ja, dan stel ik voor dat je gewoon op maandag 22 juni gewoon naar de Carré in Willebroek afzakken, want dan is het de officiële release party van de single? Body to Body. Body to Body. Alright. Dus ideaal. JJ, heel veel bedankt om hier eventjes te komen en dat wij je mochten ontmoeten. Ik ben bedankt dat ik bij jullie mocht komen. Dus. Oh, dat is schoon. Oké, heel erg bedankt. En dan gaan we meteen verder met Lady Gaga en Love Game.